Onder druk van onder meer Frans von Papen en zijn zoon Oscar overwon de oude Rijkspresident von Hindenburg zijn weerzin voor diegene die hij altijd misprijzend de Boheemse korporaal had genoemd. Op 30 januari 1933 benoemde hij Adolf Hitler tot Rijkskanselier. Tezamen met vele conservatieve politici in Duitsland hoopte Hindenburg dat de nationaalsocialisten konden in toom gehouden worden door ze bij de regering te betrekken. Toen in de nacht van 27 februari de Rijksdag afbrandde, bleek dit al een illusie te zijn. Prompt schorste de verordening van de Rijkspresident tot bescherming van volk en staat de burgerlijke grondwettelijke vrijheden op. Dit gaf letterlijk de vrije hand aan de SA om allerlei politieke tegenstanders, communisten, sociaaldemocraten, maar ook democraten in het algemeen, op te pakken en in wilde concentratiekampen te stoppen. Hoewel de verkiezingen van 5 maart 1933 aan de nationaalsocialisten geen meerderheid opleverden en ze met hun conservatieve bondgenoten ook niet tot een voldoende 2/3 meerderheid in de Rijksdag kwamen, slaagde Hitler erin op 23 maart 1933 de grondwet van Weimar buiten werking te laten stellen. Voortdurend beloofde Hitler de vroegere nationale Duitse grootheid te herstellen. Ook beloofde hij werk. Maar ondertussen werden de vakverenigingen opgeheven. Alle andere politieke partijen dan de nationaalsocialisten verboden. Werd de federale staatsstructuur vervangen door een sterk gecentraliseerd bestuur. Kortom, alles werd in Duitsland binnen de kortste tijd gleichgeschaltet. Andere meningen werden brutaal onderdrukt en op 10 mei 1933 hadden in alle Duitse universiteitssteden rituele boekenverbrandingen plaats. Waar men boeken verbrandt, verbrandt men op den duur ook mensen. Heinrich Heine schreef het al nagenoeg een eeuw voordien, hoewel hij toen niet kon vermoeden dat ook zijn boeken op de brandstapels van Joseph Goebbels zouden belanden. Maar ondertussen gingen de wilde arrestaties door de SA verder. Het was Rudolf Diels, de chef van de toen pas opgerichte Gestapo van Göring en diens vertrouweling, die hem overtuigde dat dergelijk wild gedoe van de SA op de duur het aanzien van de nationaal-socialistische staat slechts kon schaden. Daarbij kwam ook dat de normale gevangenissen al overbevolkt waren, zodat er nieuwe, regelmatige kampen moesten ingericht worden, die dan overgedragen zouden worden aan de Gestapo en de SS. Het eerste dergelijke kamp was Dachau. Het werd voor eerst ondergebracht op de terreinen van een vroegere munitiefabriek. Men maakte er geen geheim van, want het stond in de kranten dat er op 22 maart 1933 op de terreinen van de munitiefabriek van Dachau een concentratiekamp voor Schutzhäftlingen werd in gebruik genomen. Boven de poort van Sachsenhausen stond vroeger het woord Schutzhaftlager. Dat woord Schutzhaft werd eigenlijk op een zeer merkwaardige manier gebruikt. Het was uiteraard zo dat zogenoemde staatsgevaarlijke elementen gevangen werden gezet ter bescherming van de staat. Maar de nazi's keerden dat woordgebruik om en stelden dat deze mensen in veiligheid werden gebracht ter bescherming van henzelf tegen de volkswoede. Een SA-concentratiekamp was ook gevestigd in een oude brouwerij van Oranienburg, waar prominente Berlijners opgesloten werden, onder wie Fritz Ebert, de zoon van Friedrich Ebert, de eerste president van de Weimar Republiek, en de schrijvers Karel von Ossietzky en Erich Muzaam. In Oranienburg werd na 30 juni 1934, toen afgerekend werd met de SA-leiding, de SA vervangen door de SS, die er Erich Muzaam tot zelfmoord dwong. De SS had op 30 juni en 1 juli 1934 bewezen dat ze ook binnen de nazi-organisaties kon afrekenen met dwarsliggers.
Ernst Reum, de stafchef van de SA, was één van die dwarsliggers. Je bent nog lange niet aan het vielen. Dat wat je wil, is nog lange niet bereikt. Het kan niet bereikt werden. Door bestandenheid, door groeien, door voornemen, door rechthuizing. Het kan nur bereikt werden, wenn sie alle besetzen. Und einer heißt Blut von Begeisterung, von Fanatismus für den Führer, für Volk und Vaterland. Volk, Vaterland, Führer, ein dreifacher Sieg, Volk! Reum bleef maar benadrukken dat de revolutie nog niet voltooid was en verder moest gezet worden in de zin van het socialistische luik van het partijprogramma. Maar Hitler had in de zomer van 1933 verklaard dat de revolutie afgesloten was, want hij had de Duitse grootindustrie orde en rust beloofd. De straatterreur van de SA kon dus verder gemist worden. Reums ambities om de SA als overwegend onderdeel van het leger te maken stonden bovendien een overeenkomst van Hitler met de legerleiding in de weg. Het was dus wel gemakkelijk voor Himmler, Göring en Goebbels om Hitler ervan te overtuigen dat er een SA-complot gesmeed werd. Hitler greep persoonlijk in en vloog op 30 juni naar München. In een regeringsgebouw in de stad arresteerde hij eerst persoonlijk de twee belangrijkste Beierse SA-leiders. En dan, in Bad Wiessee, overvalt hij Reum en de andere SA-leiders in hun slaap. Diezelfde avond zijn al 6 mannen geliquideerd. Reum krijgt een pistool, maar weigert zich te zelfmoorden. Het was Theodor Eicke, de eerste kampcommandant van Dachau, die sanderdaags op 1 juli dit karwei opknapt. In de nacht van de lange messen van 30 juni op 1 juli 1934 worden door de Gestapo en de SS ook met andere politieke tegenstanders afgerekend. Bijvoorbeeld in de Stadelheim-gevangenis in München worden von Kahr en Gerlich geëxecuteerd. Twee conservatieve politici die zich zo lang mogelijk hadden verzet tegen een gelijkschakeling van Beieren in een centraal geregeerd Duits Rijk. In Berlijn wordt uitkanselier Schlager von Schlager samen met zijn vrouw neergeschoten. Zo gezegd omdat hij gecomploteerd had met Reum, maar in werkelijkheid omdat hij als laatste kanselier voor Hitler nog geprobeerd had een andere regering te vormen, om zo Hitler de pas af te snijden. Ook Gregor Strasser, die in 1932 uit de partij was gestapt, werd vermoord. Weshalb bin ich die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichter. De eerste kampcommandant van Dachau, Theodor Eicke, had zich dus ook persoonlijk verdienstelijk gemaakt bij de SA-uitschakeling. SS-chef Himmler was nu ook op weg naar zijn doel, chef worden van alle politie in Duitsland. Hij was het al in Beieren. En daarom was het ook geen toeval dat het eerste georganiseerde SS-concentratiekamp in Beieren, in Dachau, werd opgericht. Eicke maakte van Dachau het model voor alle andere kampen, zowel wat betreft de reglementering van het kampleven, de straffen en de oprichting van eigen SS-bedrijven. Daarbij werd Eicke vanaf 1934 inspecteur van alle concentratiekampen, want die kwamen er. Naast Dachau in Zuid-Duitsland wou men nog andere stamlager voor Midden- en Oost-Duitsland. Dat werden Buchenwald bij Weimar en Sachsenhausen in de buurt van Berlijn, dichtbij Oranienburg, waar de centrale kampadministratie blijft. De keuze van deze plaatsen beantwoordt aan twee vuistregels. De plaats is strategisch discreet, maar voor het comfort van de SS toch in de nabijheid van een stad. De gevangenen van Dachau hadden het al aan den lijve ondervonden dat de opbouw van een kamp een bijzonder zware periode betekende en steeds weer
herhaalde zich dat. Nemen we Sachsenhausen, waar we hier op de appelplaats staan. Op 12 juli 1936 kwam hier het eerste arbeidscommando aan. 50 politieke gevangenen uit Esterwegen, nabij de Nederlandse grens. Er waren hier al 3 noodbarakken opgebouwd door burgers. In de eerste trok de SS, in de tweede, omringd door prikkeldraad, de gevangenen. De derde was de opslagplaats voor het materiaal en diende enkele dagen als onderkomen voor de gewone arbeiders, die al vlug verdwenen. Einde juli kwam een volgende transport met ongeveer 200 gevangenen eveneens uit Esterwegen. Tijdens de volgende 6 tot 8 weken volgen nog verder transporten met politieke en criminele gevangenen. Met ongeveer 1000 man werd aan de opbouw van dit kamp gewerkt. In een moordend tempo en van zonsopgang tot zonsondergang. Er kwamen nog nieuwe gevangenen bij en einde juli 1936 waren hier 18 barakken gebouwd in vreselijke omstandigheden. Zij vormen de eerste kring rond de appelplaats. Waar Dachau als een enorme rechthoek werd gebouwd, werd dit kamp opgezet als een gelijkbenige driehoek. Een taartpunt met aan de basis de gebouwen van de commandantuur en enkele zeer speciale barakken. De appelplaats was een halve cirkel met een straal van 100 meter. In het middelpunt stond de galg. Nu herinneren blokken steen aan de plaats waar telkens een barak van de eerste kring heeft gestaan. Toen deze einde 36 af was, waren er in de barakken nog latrines, nog wasgelegenheid. Behoeftes moesten gedaan worden op balken boven open putten. In een waterleiding achter de barakken werden gaten geslagen en daarmee moest men het dan maar doen om zich te wassen. In 1937 werd een tweede kring barakken opgebouwd, dit keer met latrines en wasgelegenheid, die echter altijd onvoldoende was voor het gevangenenbestand per barak. Het gevangenenkamp telde weldra 51 barakken, bestemd om de toevloed van gevangenen op te vangen. Alleen in juni 38 al werden 6000 zigeuners, landlopers, arbeidsschuwen en in voorhechtenis genomen criminelen afgeleverd. Maar bij voorrang werden de SS-onderkomens gebouwd. Reusachtige kazernes, SS-villa's en ateliers. Einde 38 omvatte dit gehele gevangenenkamp, het zogeheten kleine kamp, dat later een krijgsgevangenen-arbeidskamp werd inbegrepen, 68 barakken. En nog altijd werd er aan uitbreiding gedacht. Er was een 2,70 meter hoge muur rond het kamp en een prikkeldraadversperring die dag en nacht onder een stroomspanning stond van 1000 volt. Op iets meer dan 10 kilometer van de cultuurstad Weimar, de stad van Goethe en Schiller, ligt de Ettersberg. Vroeger een geliefd oord van de bewoners om er uitstapjes te maken. Tot in juli 37 een ongerept bosgebied waar Goethe dikwijls verbleven heeft. En dan komt een eerste commando om een nieuw groot concentratiekamp te bouwen. Gevangenen uit Sachsenhausen en Lichtenburg. Op 12 augustus 37 wordt het eerste overlijden geregistreerd. De 15e, de 2 volgende. Van de 2912 man die in 1937 binnenkwamen, waren er op 1 januari 38 al 48 gestorven. Uiteindelijk zou de gehele kampbevolking deze van de stad Weimar van 50.000 overtreffen. En uiteindelijk, voor het kamp zelf, werd weer zowat 300 hectare bos gerooid op de Ettersberg. Nu komt het bos langzaam terug in het gebied rond wat van het kamp bewaard is gebleven. Als men hier in Buchenwald is, realiseert men zich pas hoe de concentratiekampen ook telkens een aanslag op de natuur waren. Uiteraard werd ook dit kamp weer aangelegd op de noordelijke kant van de helling. Van hier op de zuiderflank kan men Weimar zien liggen en staat nu het indrukwekkende monument dat vanuit de stad te zien is. Het kamp zou aanvankelijk Concentrationslager Ettersberg heten. Maar op 24 juli 37 liet de inspecteur van de concentratiekampen, Theodor Eicke, aan de Reichsführer SS Heinrich Himmler weten dat deze benaming niet kon gehanteerd worden.
De Nationaal-Socialistische Cultuurcommissie van Weimar had namelijk bezwaar gemaakt omdat de Ettersberg zo nauw verbonden was geweest met Goethes leven. En het kamp naar het dorp Hottelstedt situeren kon ook niet, omdat het derde SS-Totenkopverband Thüringen daardoor financieel zou tekort gedaan worden. De standaardplaatsvergoeding zou dan moeten bepaald worden naar de maat van het dorp. En de levensstandaard van de SS was afgestemd op de dure stad Weimar. Eike stelde voor K.L. Hoogwald, post Weimar. Wie en hoe blijk gaf van inventiviteit is niet bekend, maar op 28 juli kon Eike meedelen aan de administratie in Thüringen dat de benaming Concentrationslager Buchenwald post Weimar was. Zoals in ieder concentratiekamp moest alles en iedereen door deze poort heen. De nieuwe gevangenen die hier werden afgeleverd, maar ook de arbeidscommando's die 's morgens uitrukten en 's avonds weer binnenkwamen. Naast de poort stond de muziekkapel en alles moest gebeuren met Pruisische exactheid en met gezang. Ook als de arbeidscommando's, vooral het Steinbruch-commando was zeer berucht, de dode kameraden weer mee het kamp binnendroegen. Er was ook het Buchenwald-lied, dat dikwijls urenlang op de appelplaats moest gezongen worden, tot de samenzang de muzikale oren van de SS beviel. In de IJzeren Poort, hier in Buchenwald, staat niet zoals overal elders Arbeid macht frei, maar wel Jeden das Seine. Typisch voor het cynisme, dit motto van een Pruisische ridderorde. Een paar tientallen meters van de poort, langsheen de Caraccioweg, de commandantour. Dat was van bij de oprichting in 1937 tot in 1941 het terrein van de beruchte Otto Koch. De naam van zijn vrouw, Ilse Koch, zal altijd verbonden blijven aan het feit dat in Buchenwald mensenhoofden verschrompeld werden en van bewerkte en getatoeëerde mensenhuid allerlei lampenkappen gemaakt werden. De kampcommandant met zijn adjudanten was verantwoordelijk voor de algemene maatregelen van bestuur en het uitvoeren van richtlijnen van de centrale SS-diensten. Voor grote kampen was het wel altijd tenminste een Hauptsturmführer, een kapitein. Tot zijn staf behoorde ook de Verwaltungsführer, verantwoordelijk voor alle economische aangelegenheden. Wat zeer belangrijk zal worden wanneer de kampen reservoirs worden van goedkope arbeidskrachten voor de Duitse oorlogsindustrie. Dit was dan het domein van de Schutzhaftlagerführer. Zij waren verantwoordelijk voor het eigenlijke gevangenenkamp en losten elkaar af. Ook de rapportführer, meestal met W, waren verantwoordelijk voor de Lagerführer en zijn verbinding met het gevangenenkamp. Van hieruit weerklonken de oproepen en de commando's in het hele kamp door de luidsprekers in de barakken. De leiding van iedere barak lag in handen van de blokführer. Het waren meestal geharde terroristen die net zoals de SS'ers buiten het kamp woonden. Maar op ieder ogenblik van de dag of de nacht konden zij hun blok binnenvallen om er de boel op stelte te zetten.
Formeel waren zij verantwoordelijk tegenover de Lagerführer, maar in de praktijk konden ze ongehinderd hun gangen gaan. De hele hiërarchie werd bij het zenuwslopend ceremonieel van het appel doorlopen. De Blokführer meldde zijn getalsterkte aan de Rapportführer, deze aan de Lagerführer en die meldde dan het totaal aan de commandant of aan diens adjudant. Na het appel werden arbeidscommando's gevormd. Het opzicht over deze commando's had de commando-führer. Zij stonden op hetzelfde niveau als de blokführer en beschikten tijdens de arbeidsduur praktisch over leven en dood van de gevangenen. Velen van hen maakten zich dan ook verdienstelijk in verscheidene kampen. Over de toewijzing van het werk, de indeling in arbeidscommando's, de verplaatsing van het ene commando naar het andere, over de toewijzing van transporten en buitencommando's besliste de Arbeitseinsatzführer, dus de eerste Arbeitsführer. Bij praktisch alle kampen was het zo dat langs de ene kant van de poort het bureau van de kampadministratie was en langs de andere kant de cellen van de bunker. Hier werden gevangenen in eenzaamheid opgesloten, gemarteld en gedood. Onafhankelijk van de kampadministratie had de Gestapo en de Sicherheitsdienst hun eigen gebouw, de politische Abteilung. Zij konden gevangenen laten oproepen die dan urenlang aan de poort moesten staan, volledig in het ongewisse omtrent wat hen te wachten stond. Dat kon een louter administratieve mededeling zijn, maar ook ondervraging of foltering. Maar het kon ook op een opsluiting in de strafbunker uitdraaien, met de nodige martelingen, of de mededeling van het executiebesluit. De politische Abteilung kon ook Gestapo-gevangenen onmiddellijk ter executie in het kamp doorsturen, zonder dat ze door de kampadministratie geregistreerd werden, dus zonder een nummer te krijgen. Het vicieuze van het SS-kampsysteem was dat er naast de SS-hiërarchie een parallele hiërarchie werd opgebouwd onder de gevangenen, met de bedoeling dat deze ältesten het vuile werk voor de SS zouden opknappen. Zo was de lage älteste verantwoordelijk tegenover de lage
Führer. Voor elke barak was er een blokälteste en twee stubeältesten. En hetzelfde gold voor de arbeidscommando's waar men kapo's en voorarbeiter had. Vooral deze functies deed de SS aanvankelijk beroep op zogenoemde groene driehoeken. Een groene driehoek kenmerkte namelijk de criminele gevangenen die van meet af aan gemengd werden onder de politieke gevangenen, die met een rode driehoek gekenmerkt werden. Toen er ook buitenlanders in de concentratiekampen terechtkwamen, werd hun nationaliteit aangegeven door een letter op de rode driehoek. De reden dat men criminele gevangenen opsloot met politieke gevangenen was om deze laatsten in de ogen van het Duitse publiek ook te laten doorgaan voor misdadigers. En zoals gezegd waren deze criminelen in de kampfuncties meestal ijverige instrumenten van de SS. Een andere categorie gevangenen waren de zogenoemde homoseksuelen, gekenmerkt door een roze driehoek. Natuurlijk ook, volgens de nazi's, de minderwaardige rassen, zoals de Joden met een gele driehoek en de Zigeuners met een bruine. Een aparte categorie vormden de getuigen van Jehovah met een paarse driehoek. Niet omwille van hun geloof, maar omdat zij principiële dienstweigeraars waren, werden zij aan de Gestapo overgeleverd. Velen werden geëxecuteerd en ondanks het feit dat zij lijdzame arbeidskrachten waren, hadden zij het hard te verduren. Bij het begin van de oorlog werden in Dachau de Jehovah-getuigen opgeroepen om in militaire dienst te gaan. Bij elke weigering werden er telkens 10 neergeschoten. Na 40 gaf de SS het op. Een bruine driehoek, en later werd dat een zwarte, werd ook gegeven aan de zogenoemde asocialen. Dit was een zeer willekeurig samengestelde categorie die bestond zowel als uit dronkaards, landlopers, kruimeldieven, zakkenrollers, maar ook uit mensen die twee keer te laat op hun werk waren gekomen. Heel wat bedrijfsleiders ontmaakten zich van arbeiders door hen aan te geven als werkschuw. Een groot gedeelte, een tamelijk groot percentage, werd van deze categorie ontslagen uit het kamp. Maar van hen die bleven, doorstonden de meesten het niet, omdat ze onvoldoende morele weerstand hadden, omdat ze niet goed wisten waarom zij nu in een concentratiekamp terecht waren gekomen. Velen van hen grepen naar de redplank van de inlijving bij de Wehrmacht. Ook criminelen maakten van deze mogelijkheid gebruik toen het na Stalingrad niet meer zo goed ging met de Wehrmacht. Al heel snel begon in de kampen de strijd om de kampfuncties tussen de criminelen en de politieke gevangenen. Daar waar die door de politieken konden overgenomen worden, zoals hier in Buchenwald en in Dachau, konden zij de omstandigheden in het kamp enigszins draaglijker maken. On ne pouvait pas faire ça évidemment avec tout le monde parce que quand on parle des possibilités que nous utilisions pour sauver des gens, il ne faut pas croire qu'on pouvait faire n'importe quoi et n'importe comment. Ik wil het taam functie niet gebruiken, want het was geen functie, maar mogelijkheden hadden om goed of slecht te doen. Want ik geloof, we mogen ook niet aan de gevangenen, wat de Duitsers noemden, de zelfverwaltung die in concentratiekamp bestond, is een schone parodie. Die zelfverwaltung bestond tussen een tamelijk enge grens. En in feite, er was een dictaat dat moest doorgevoerd worden. En daarin was een zekere bewegingsmogelijkheid. Maar in laatste instantie waren het toch de SS, was het toch de SS die de beslissing nam. De possibilité était très limitée. Il y avait quand même le contrôle permanent des SS qui risquait d'ailleurs de nous risquions notre vie en faisant ces actions. Et notamment dans les envois en transport. Nous veillons, lorsque nous savions que des détenus politiques étaient particulièrement invalides, disons, on les rayait des listes de transport. Et évidemment, il fallait les remplacer par d'autres plus valides. Mais disons qu'on sauvait les plus menacés. Ja, in deze plaats moet u toch zeggen dat over het algemeen dat overnemen van die functies in het kamp, dat is doorgaans niet zo van leien dakje gelopen. Dat heeft soms aanleiding gegeven tot bloedige moordpartijen.
waar de roden, wij noemen dat roden omdat ze de rode vinkel droegen, de rode driehoek, de politiek en vang, dat had niks te zien met politiek trouwens, maar ja, voor de Duitsers wel, maar voor ons was dat het kenteken van de politiek gevangenen. Waar de roden werkelijk probeerden de groenen ook uit te moorden. Ja, dat mag duidelijk gezegd worden. Nee, ik zie dat helemaal niet verkeerd. Ik vind dat een zeer goede zaak dat ze dat in bepaalde gevallen gedaan hebben als ze dat moesten doen. In andere gevallen deden de SS beroep op de roden omdat de groenen te dwaas waren. En ze met hen niks konden doen. Maar met de roden konden ze een barak bouwen, konden ze bijvoorbeeld een atelier iets doen. Maar met veel groenen was dat niet mogelijk. Dus die krijgen een functie. En waarvoor gebruiken zij die functie wel? Ten eerste in het algemeen om het lot van de algemeenheid te verbeteren. Dat betekende over het algemeen zorgen dat de verdeling van het eten rechtvaardig gebeurde. En dat dat niet zoals met de groenen en met de Duitse kapo's, met de gemene Duitse kapo's, niet de rode Duitse kapo's, dat niet verdween voor de hoofdzaak in hun zakken of in hun magen, laten we het zo zeggen. Dat was één zaak. Dus ten tweede de toestand verbeteren op disciplinair vlak, beletten dat er geslagen werd. De nodige drukking uitoefenen op de kapo's die geen politieken waren, om niet meer te slaan, niet meer te mishandelen. Nu, dat is ook niet altijd van de lijn dakje gegaan. Omdat men zeer dikwijls die mensen heeft moeten bedreigen en men soms van de bedreiging naar de daad is moeten overgaan om hen te beletten van verder hun smerig werk te verrichten. Il y a aussi le fait que de délivrer des billets de schonung, c'est-à-dire de chômage, pour ceux qui étaient mis au travail forcé, lorsque vraiment ça risquait de mettre en danger leur vie du fait de leur maladie ou invalidité, on s'arrangeait pour distribuer des billets de Schonung. Mais vous vous rendez compte, c'était limité aussi. Et alors, il y a eu le cas, particulièrement délicat, des substitutions d'identité. C'est-à-dire, ça a été le cas pour deux Belges dont j'ai parlé. De quoi s'agissait-il? Lorsque on apprenait par la politique chartale donc que tel ou tel détenu politique était sur la liste des gens à exécuter par les SS, ce qui ça pourrait vous étonner, mais ça arrivait qu'on l'apprenait plusieurs jours à l'avance, on essayait de trouver un autre détenu correspondant à peu près un autre détenu qui venait de mourir, de mort naturelle donc, hein, qui avait à peu près les mêmes caractéristiques de langue, d'âge, de physionomie, et on substituait l'identité du menacé, de celui qui était menacé de mort, par l'identité du mort. De façon que quand les SS venaient chercher pour l'exécution, ah, il est mort. Mais vous vous rendez compte combien c'était difficile de trouver, quelquefois en deux jours de temps, un mort qui venait de mourir et qui répondait à peu près à ses caractéristiques. Hein? Mettons un Polonais, il était impossible de le faire passer pour un Français. Hein, et ainsi de suite. D'autre part, le menacé ne devait pas être trop connu non plus. Sinon, ses compagnons pourraient s'étonner et on pourrait y avoir des bavardages, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a deux Belges qui ont dû à cette suffisation d'identité. C'est Léon Mikkelsen et Friedman, dit Mikado, à qui on a réussi à faire cette suffision d'identité pour les sauver de la mort. Maar toch bleef het zo dat ze een kleine marge hadden waarin ze zich konden bewegen.
En dat ze voor de ene goed deden, maar voor de andere niet. Men had dus functies. En men moest die functies gebruiken in de betekenis van het verzet. Want die organisatie dus, ik herneem dat, die had vooral als doel verzet. Welk verzet? Verzet ter plaatse sabotage, als het mogelijk was, voor zover het de Duitse industrie betrof. En ten tweede, verzet, de mensen organiseren om ingeval de SS van plan was, op het einde van de oorlog, de mensen, de gevangenen te liquideren, zich daartegen te kunnen verzetten, zich te kunnen verdedigen. Dat zijn de drie grote doellijnen. Nu, als de leiding van zo'n verzet en in dergelijke omstandigheden een keuze moet doen, tussen een vooraanstaande man die in staat is inderdaad in dat verzet een grote rol te spelen, en tussen een gewone mens, dan stelt zich de gewetensvraag, wie moet ik proberen zoveel mogelijk in leven te houden? Voor wie moet ik speciaal zorgen? Men kan dat zeer onrechtvaardig vinden, maar dat is een kwestie van krieg is krieg. Gij moet proberen die mensen te behouden die werkelijk waarde hebben voor dat verzet in kamp en misschien ook voor na de oorlog. Dat is geregeld gebeurd. En dat is soms zeer kwalijk genomen door zekere gewone gevangenen die het systeem van het kamp nooit begrepen hebben. Die nooit gezien hebben wat er eigenlijk in dat systeem zat. En die als gewone gevangen natuurlijk zeer kwaad waren dat zij naar een slecht buitencommando moesten, terwijl kamerad Dix of meneer Z, die waar in het kamp werd gehouden, klaarblijkelijk van bovenuit, die waar gepland. Dat is de geschiedenis. Nu, men kan dat moreel aanvechten, maar wanneer men dat bekijkt vanuit het standpunt van tactiek en strategie is dat een... En dat is een zwaar gewetens, dat is een zwaar gewetensfeit, niet waar? Dat is geen verplichtheid te kiezen. Ja, dat is een zeer zwaar gewetensfeit. Dus hetzelfde trouwens met bepaalde gevallen waarin men in een zware hongerperiode probeerde van zekere mensen in leven te houden, omdat ze een grote waarde hadden, maar ja, men kon het niet doen voor de anderen. Ja, nu de verdelende rechtvaardigheid, die nogal verspreid is, zegt voor iedereen gelijk, maar dat gaat niet op. Dat gaat niet op. En vooral niet in die omstandigheden. Dus dat heeft men soms, zeg, van zekere zijde die niet op de hoogte was van wat er in het kamp werkelijk gebeurde, heeft men dat soms kwalijk genomen. Maar ik geloof dat dit een zaak was die in het geheel van de strijd tegen de nazi's in het kamp, tegen de SS, dat het een zaak was die gerechtvaardigd. De eerste ingezetenen van de kampen waren natuurlijk Duitsers, maar vanaf 13 maart 1938, na de Anschluss van Oostenrijk, kwamen daar ook Oostenrijkers bij. En al snel kwam er een concentratiekamp op het grondgebied van de Ostmark, Mauthausen, nabij Linz. Begin augustus 1938 werden Oostenrijkse gevangenen in Dachau aangewezen voor opbouwwerken in de Heimat. Dat werd dan dit concentratiekamp waarvan de plaats bepaald werd door de behoeften van het SS-bedrijf Deutsche Erd- und Steinwerke. Des dus. Want hier was de steengroeve, de Wienergraben. Met deze trap waarlangs de gevangenen de uitgekapte arduinstenen naar boven moesten dragen. Hier was de levensduur tot de herfst van 1939 ongeveer 15 maanden. En tot de zomer van 1940 ongeveer 6 maanden. De treden van deze trap zijn nu wat bijgewerkt, maar nog altijd moeilijk begaanbaar. En wanneer het volgens SS-bewakers en kapo's niet snel genoeg ging, werd pistool en knuppel gehanteerd. Door de gevangenen naar beneden storten met de steen die hij droeg en dikwijls ook met kameraden die niet snel genoeg opzij konden springen. Bovenaan deze trap was een vooruitstekend stuk rotsblok, de parachutistenrots. De bewakers gebruikten deze
om gevangenen de parachutisten sprong te leren. Ze vielen dan in de 60 meter diepe ravijn, terwijl ze ondertussen tegen de rotswand te pletter sloegen. Ook pleegden velen hier zelfmoord. Burgerambtenaren van Dest verzochten het doden door het naar beneden werpen te verhinderen, omdat de hersen- en vleesresten die aan de rotswand bleven kleven zo'n gruwelijke aanblik boden. Daarop werden steengroeven met waterstralen gereinigd en werden gevangenenwachten aangesteld om te verhinderen dat gevangenen zich naar beneden zouden werpen. Hier kwamen ook de eerste Joden uit Nederland aan. Deze eerste razzia in Amsterdam had er de februaristaking uitgelokt. Na een kort verblijf in Buchenwald bleven er nog 341 in leven van de 389. En zij kwamen hier in Mauthausen aan in de nacht van 12 op 13 mei 1941. 50 van de nieuwen werden naakt na het gebruikelijke bad, het kamp ingedreven en de elektrisch geladen omheining ingejaagd. De rest kwam in één blok terecht. Op de tweede dag werden ze naar hier gebracht, naar de steengroeven, waar ze de 186 treden naar beneden niet mochten aflopen, maar naar beneden moesten glijden over de losse steen opzij, wat al voor velen de dood betekende, of tenminste zware verwondingen. Velen pleegden de eerste dag al zelfmoord door van deze rots te springen. 'S Avonds werden de overlevenden zwaar mishandeld en door machinegeweren van de torenschildwachten beschoten. Sanderendaag sprong niet één Jood naar beneden, maar gaf de eerste aan de kameraden de hand en trok zo 9 tot 12 mee de dood in. Telkens als er nieuwe transporten Joodse gevangenen aankwamen, spotte de SS dat er een nieuwe parachutistentroep was aangekomen. Dit monument, de dragende, herinnert aan een episode uit het leven uit het vrouwenkamp Ravensbrück. Tijdens een van de lange strafappels zakte een gevangene in elkaar en werd tegen alle regels in door een kameraad de barak binnengedragen. Uitzonderlijk waren de SS en de vrouwelijke bewakers zo verrast door dit gebaar dat ze toen niet ingrepen. Het was inderdaad zo dat de omstandigheden in dit vrouwenkamp even rigoureus waren als in de mannenkampen. Onder meer het lange appelstaan, 's morgens en 's avonds. Het tellen van gevangenen lijkt een vrij eenvoudige operatie. Alleen bleek het telkens zo te zijn dat iedereen last had met de elementaire rekenkunde. Altijd klopte er iets niet en moest er herteld en nog eens geteld worden. Wat dan voor de gevangenen betekende urenlang in alle weer en wind staan. Dat was het normale appel. Maar er was ook het strafappel. En dit gebeurde telkens als iemand een poging tot ontvluchten had ondernomen. Uit het eigenlijke kamp zelf vluchten was onmogelijk, maar soms probeerde men dat wel vanuit een buitencommando. Nagenoeg altijd zonder succes. Maar vooraleer de vluchteling weer in het kamp was, moest het ganse kamp uren stram op de appelplaats staan. Hoe dit op een winterse dag uitpakte, kan men aflezen uit het cijfer van 430 doodgevroren gevangenen bij een 10 uren lang strafstaan op 19 januari 1940 in Sachsenhausen. Voor diegene die een ontvluchtingspoging gewaagd had, betekende de terugkeer in het kamp, na enkele uren of dagen van kwellingen, uiteindelijk altijd de strop. Hij werd opgehangen voor het verzamelde kamp. Met typische galgenhumor versierde de SS hem met een bordje op de borst als "Hoera, ik ben wieder da." En meestal ook speelt het kamporkestje bij de executie. Het eerste kampreglement van Dachau somde reeds allerlei overtredingen en straffen op. Groepen gevangenen, een arbeidscommando of een barak, konden verplicht worden tot strafappel staan in hun vrije uren en op zondag. Er was ook het beruchte paalhangen. Aan een voorhanden zijnde boom, of aan een haak in de muur, of aan een paal die de gevangene dan nog eerst zelf in de grond moest graven, werd hij met de handen op de rug gebonden aan de polsen opgehangen. Dikwijls was men na zo'n folteringsseance kreupel. Er was ook de 25 zum Arsch. De gevangene werd dan op de bok gebonden,
zodanig dat zijn rug goed opgespannen was en kreeg dan 25 stokslagen. Dikwijls meer, want de gevangene moest zelf de slagen meetellen en vergiste hij zich, dan begon het van meet af aan. Dergelijke lijfstraffen moesten in de praktijk wel eerst voorgelegd worden aan de SS-centrale ter goedkeuring, maar daar kwam meestal niets van in huis. Er was ook de eenzame opsluiting in een van de cellen van de bunker, maar dan wel cellen waarvan de deur op ieder moment kon openvliegen voor een of andere folteringsseance. En hier, in de bunker van Dachau, waren ook de zogenoemde hondencellen. De gevangenen zaten dan op handen en voeten en moesten dikwijls ook blaffen als een hond om eten te krijgen. Een van degenen die al de tijd sinds de arrestatie in februari 1938 tot de bevrijding in 1945 in een cel doorbracht, was dominee Martin Niemöller, de persoonlijke gevangene van Hitler. Hij zat eerst hier in Sachsenhausen en werd dan in 1941 overgebracht naar de bunker in Dachau. Maar naast de bunker was er ook de strafcompagnie. Men belandde daar gemakkelijk in, maar, zo verluidde het in de kampen, men geraakte er slechts uit door de schoorsteen. Men moest ook niet noodzakelijk gestraft zijn in het kamp om in de strafcompagnie terecht te komen. Het kon ook wanneer men naar het kamp gestuurd werd met in zijn dossier de letters RU. Rückkehr unerwünscht. Terugkeer ongewenst. Dat gold voor al diegenen die al eens gevangen hadden gezeten en na hun vrijlating opnieuw werden betrapt op politieke activiteiten. Zoals in andere kampen was de strafcompagnie hier in Sachsenhausen ook ondergebracht in een aparte barak, afgezonderd van de andere. En waren de blok- en stoebeeltesten en kapo's altijd criminelen. Hier in Sachsenhausen werd vanaf 1943 de strafcompagnie volledig ingeschakeld in het zogeheten Schulafer-commando. Zoals men ziet kan men nu nog een strook zien die rond de appelplaats loopt waar schoenen moesten ingelopen worden. Of beter gezegd, de weerstand getest worden van laarzen en zolen in kunststoffen. Daarvoor was op deze weg een bekleding aangebracht, verschillende bekledingen zelfs. Beton, kiezel, zand, veldweg, kasseistenen, losse aarde en zelfs een onder water gezette strook. Totaal 700 meter die van 's morgens 6 uur tot 's avonds 5 uur moest afgemarcheerd worden. In militair gelid met een ransel van 15 kilo zand op de rug. De dagelijkse afstand was 40 kilometer, onderbroken door ter plaatse huppelen, liggen, opstaan en kniebuigingen. Commentaar is hierbij overbodig, maar het toont aan hoe men is overgeschakeld naar vernichting door arbeid. Maar hierover zullen we het hebben in onze volgende uitzending. Het snelle ritme waarin men kampen opbouwde en uitbreidde, wijst erop dat de SS een oorlog verwachtte en meteen een grote toevloed van buitenlandse gevangenen. Er kwamen nog nieuwe kampen bij. Flossenburg, weer bij een steengroeve. Neuengamme bij Hamburg, bij een steenbakkerij die de SS verworven had. Grossrosen in Silesië, weer bij een steengroeve van de Deutsche Erd- und Steinwerke. De eerste echte buitenlandse gevangenen, na de Oostenrijkers, waren Tsjechen. Vooral intellectuelen, studenten en professoren, die men ervan beschuldigde deel te hebben genomen aan antifascistische demonstraties. Maar eigenlijk wou men de Tsjechische intelligentsia germaniseren ofwel uitschakelen. De Tsjechische universiteiten werden trouwens gesloten. Na 1 september 1939 wou men zeker de sociale en intellectuele bovenlaag van de Poolse bevolking vernietigen. Het Poolse volk moest herleid worden tot een volk van pendelarbeiders en analfabeten. Hier in Buchenwald kan men nu in een deel van het kamp altijd bloemen zien liggen. Hier werden de eerste Polen ondergebracht in de herfst van 1939. Tot dan waren er enkel Duitsers als gevangenen. Dan Oostenrijkers, zo goed als Duitsers. Vervolgens Tsjechen. Maar omdat ze inwoners waren van het protectoraat Bohemen-Moravië, werden zij nog als halve Duitsers beschouwd. De Polen echter waren niet waardig onder de Duitsers te leven. Zelfs niet onder gevangen Duitsers. Zij werden dan ook ondergebracht in tenten. Geen bedden en geen dekens.
80% van hen kwamen binnen enkele weken om. De rest overleefde slechts omdat een dysenterie-epidemie dreigde. En omdat de SS als voor de dood was voor deze besmettelijke ziekten, werd de rest van de gevangenen verdeeld over de overige barakken. Dat kwam de gevangenen goed uit, deze angst van de SS voor besmettelijke zieken. In de rivierbarakken waar deze lagen, kwam de SS zelden. Daar kon de gevangene tijdelijk onderduiken, totdat hij een geschikt nummer kreeg toegewezen van een gestorven medegevangene. Buchenwald is ongetwijfeld het kamp geweest waar de politieke gevangenen er het best in geslaagd zijn de interne kampfuncties in eigen handen te nemen. Daarvoor was het nodig de SS te overtuigen dat alles beter zou gaan met de politieken dan onder het bewind van criminelen, de Groenen. Aanvankelijk waren de verantwoordelijken gevangen Duitsers, maar later werden deze posten internationaler bezet. De Duitsers over het algemeen hadden wel een zin van solidariteit. Wanneer het natuurlijk misdadigers waren, dus werkelijke misdadigers, die hadden dan gewoonlijk wel ergens een postje waar ze hun sadisme konden uitwerken, dat was wat anders. Maar het gesprek met de Duitsers was het over het algemeen te doen, nietwaar? Nu moet ik u zeggen dat heel wat van die politieke gevangenen, van de Duitse politieke gevangenen, die waren ook al uitgemoord. Die zijn uitgemoord, die uitmoording is begonnen in 1933, dus in 1945 schoot daar niet veel meer van over. Hè. Dat waren al uitzonderlijke gevallen. Maar met die man zochten ook contact om te zien wie er bereid was om met hen eventueel een beetje te organiseren. Meneer Everaert, u bent aangehouden op 31 juli 1941. Vanuit de Nieuwe Wandeling in Gent bent u dan overgebracht naar Breindonk en van Breindonk naar Neuengamme. Hoe was het eerste contact met de Duitse gevangenen daar? Waren er al politieke die toen kampfuncties in handen hadden, overgenomen van de criminelen? Er waren reeds politieke gevangenen, maar ik wil voorafgaand de aandacht trekken. Ik houd niet veel van het woord functie. In feite, in een concentratiekamp waren er geen functies. Het gaat uit te voeren wat er u gezegd werd. En ook diegenen die op een plaats stonden waar ze zekere diensten konden bewijzen, tamelijk beperkt, waren geen functionarissen. Maar ik geloof, het is een punt dat we goed uit elkaar moeten houden. De zogezegde zelfverwalting die er zou bestaan hebben in een concentratiekamp, was in feite zeer begrensd tussen twee dicht bij elkaar liggende lijnen. Wat er besloten werd, werd besloten daarbuiten. En je kon dus van die gevangenen verwachten, als ze de mogelijkheid waren, dat ze iets deden. Ik zou veel meer willen zeggen, ze waren daartoe zelfs niet verplicht. Want het doen van iets had in zich ook een zeker gevaar. En vele van die politieke gevangenen, die Duitse politieke gevangenen, hebben dan ook een verantwoordelijkheid opgenomen en getracht om iets te doen. En wat konden ze dan doen? Wel, kleinigheden. Kleinigheden. Wat is bijvoorbeeld kleinigheden die grote zaken zijn in feite? Iemand die buiten op de Elbe moest werken. Er kunnen voor zorgen als er een werkkracht nodig was. In een bedrijf, want er werden ook bedrijven opgericht in Neuengamme, dat hij daar onder dak kwam. Ja, dat was dikwijls het redden van zijn leven. En dat was ook niet afdoende dat hij zou blijven. U heeft er ook André Mandrix gekend? Ik heb er ook André Mandrix gekend. Ik kende André Mandrix reeds van voor de oorlog. Nee, van voor de oorlog, van ver voor het conflict aan de Universiteit van Gent. Ook Mandrix kon soms diensten bewijzen, maar was niet in staat beslissingen te nemen die door de SS alleen konden genomen worden. Ik geef u een voorbeeld daarvan. Laat u zeggen, er moest een werkcommando, een buitencommando opgericht worden waar 150 man naartoe moesten gaan. Hij moest het samenstellen. Ja goed, er waren toch over de 3000 gevangenen daar, dus hij kon daar zekere elementen voor vinden, maar 150 man moesten er zijn. Victor Baeyes, sommige politieke gevangenen in Neuengamme waren er toen al in geslaagd om interne kampfuncties in eigen handen te nemen.
Onder andere André Mandrix was daarbij. Heeft u hem gekend? Ja, ik heb André gekend. André, die kwam uit Hoei. En bij hem was hij als tolmeester. En daardoor werd hij in de schrijfstube te werk gesteld. Als tolmeester. En de Polen waren er ook. Als er dus nieuwe kwamen, was altijd een tolk bij de hand in. Hè? En hij kon vele talen? Hij kon ook verschillende talen, ja. En hij is te werk gesteld. Er was wel een solidariteit tussen de Duitse politieke gevangenen. Nee. Enkele weer links en rechts van in de commando in de SS lagen. Een andere commandant die dus wel binnen was en wel een soort positie die iets konden doen. Ja, ja. Nee. Bijvoorbeeld die net in de Zeslaar weer, die kostte wel overschot krijgen van de Zeslaar. Van onderreter, van de brood, dat wordt verdeeld. Zet door de organisatie, die dus wel aan de. En redelijk grap, die is Mandrix daar naar voren gekomen. Nee, en daar, de gehele solidariteitactie heeft jij werkelijk uitgebreid. Nee, internationaal. En de nodige, de vertrouwde mannen, die werden dus aangeduid en die een post had die iets konden organiseren, dus iets kunnen wegnemen of, nee, die kregen dan iemand aangeduid, die persoon moet je helpen. En zo kreeg jij wat nodig was, zoveel mogelijk aan het kost, werd dat dus gedaan. Nee, eerst wat onderbellen, nee. En dan is dat dus verder uitgebreid met internationaal. Niet alleen de solidariteit, maar het verzet. Het verzet. Die weren de mannen van Mandrix. Ja. En dat is Mandrix werkelijk de spil of de ziel van alle Neuengammen is. Neuengammen is Mandrix. Mandrix is Neuengammen. Ik was nog maar een paar dagen, enfin twee, drie dagen, want ik heb geen benul meer van de tijd daar, in quarantaine in Neuengamme. Of ik krijg het bezoek van André Mandrix. André Mandrix, dat was een schitterende jongen. Dat was een jonge advocaat, zeer talentvolle advocaat van Gent. Die reeds zo'n drie jaar in Neuengamme zat. Nou waar. En die daar op de schrijfstube, nou waar zo'n beetje de secretaris van het kamp was. Nou waar. En hij had dus vernomen dat ik er was. Nou waar, ik was voordien, had ik een jaar en een half aan de leiding van het Onafhankelijkheidsfront gestaan in Gent. En de verloden van Mandrix is een hele tijd mijn koerister geweest. Hm? Hij heeft geweten dat ik daar was door Victor Baeyens, een andere Gentenaar, die komen zien was, want als er nieuwe toe kwam, kwamen ze s'avonds tussen 6 en 10 waren vrij, of enfin, vrij, konden een keer op de appelplaats lopen of zo. En die had me dus gezien en had Mandrix verwittigd dat ik er was. En zo kreeg ik het bezoek van André Mandrix, die mij dus de raad gaf om me op te geven als losser, waar met mij mededelende, dat ze zanderdags of in een paar dagen zouden gekomen en me vragen wie is de losser, om een transport naar Bloemendaal te sturen. Ten eerste had het internationaal comité van het verzet, want het verzet heeft nooit opgehouden tot de laatste minuut, ook in de kampen was er verzet, besloten van mij naar Bloemendaal te sturen om er de verantwoordelijkheid te nemen, of liever om er het Belgisch verzet te organiseren, want dat was nog niet georganiseerd. Er waren toen nog geen Belgen in Bloemendaal. En tezelfde tijd
kon het als een voordeel aanzien worden. In Bloementaal moesten we werken in een metaalfabriek. Dat was wel zeer lastig, zeer hard, 12 uur dwangarbeid. Dat was goed. Heb ik natuurlijk medegedeeld aan mijn vrienden van Ronsen. Jongens, als ze komen vragen, is er sosser is, allemaal je vinger opsteken. Hè? En om die reden hè, dan gaan we naar Bloementaal. En in Bloementaal, hebt u daar dan het verzet kunnen organiseren onder de Belgen? Jawel. Jawel. Ik kende verschillende mensen die ik kon vertrouwen. Dat waren mijn twee beste medewerkers, waren Gustje van Essen, een jongen van Limburg, en François de Kegel, dat was een ingenieur van de Sabena, die ik verantwoordelijk maakte voor de Walen, of voor de Francofoon. En onze Gust, die was dan verantwoordelijk voor de Vlamingen. Ik was nationale verantwoordelijk, maar mocht niet te veel contacten nemen. En die kregen dan de opdracht om enkele groepjes van drie samen te stellen uit betrouwbare kameraden die we kenden van in het verzet. Zo, hè. In alle kampen waren nacht- en nevelgevangenen vanaf 1941. Natzweiler Stoethof, dat in 1941 in de Vogezen werd aangelegd, was een typisch kamp voor NN-gevangenen. Tot zijn evacuatie op 1 september 1944, toen de Amerikanen naderden, is dit altijd een knokenbrekerskamp geweest, wat de SS Knochenmühle noemde. Een kamp dus in de categorie waarin ook Mauthausen, Flossenburg en Grossrosen onder te brengen waren. En ook hier in Natzweiler was de Steinbruch een dode commando. Dit kamp werd aangelegd in terrasvorm. Helemaal onderaan het crematorium en de bunker. De schoorsteen van het crematorium is nog altijd iets wat kromgetrokken. Dit is het gevolg van het zeer intensieve gebruik van het crematorium in de maand augustus 1944. De geallieerden kwamen naderbij en in de Vogezen was het Franse verzet zeer actief geworden. Maar ook de SS sloeg terug. Vele partizanen werden gevangen genomen, naar hier gesleept, er geëxecuteerd en in de verbrandingsovens geschoven. Toen het executeren te omslachtig bleek, werden ze levend verbrand. Dit kamp lag dus op de noordelijke helling van La Roche-Louise, een plek die voor de oorlog een geliefd skioord was. Toentertijd konden de skiers hun afdaling onderbreken bij het restaurant Le Stoethof. En bij dat restaurant behoorde een hoeve waarin, toen het kamp er was, de gaskamer werd geïnstalleerd. Hier werden eens meer dan 100 zigeunerinnen vergast. Eén van hen had een kindje gebaard, vlak voor ze met de pasgeborene werd vergast. Hier werden ook Joodse gevangenen, die speciaal uit Auschwitz werden overgebracht, vergast om de Straatburgse professor Hirt in staat te stellen hier in het kamp zijn anatomische theoretische ideetjes uit te proberen. De ingang van het kamp lag op 900 meter hoogte, maar nog hogerop, op de Roche-Louise, lag de Steinbruch. Door de gevangenen te bereiken langs een noodweg van ongeveer 1 kilometer. Ongeveer 1000 man werkten er in ploegen met nachtschicht. Men kan het pad gemakkelijk terugvinden, ook de funderingen van de hallen zijn nog te zien. Verder hogerop, onder en boven, de granietrotsen waar mensen vermoord werden, is er nog amper een smal pad te vinden tussen de hoog opschietende struiken. Waar de granietblokken in het ravijn donderden, dikwijls met de gevangenen mee, is alles overgroeid. Tussen bomen en struiken schemeren nog de stukken graniet. Natzweiler was dus een typisch kamp voor NN-gevangenen. Nacht- en nevelgevangenen. Wie dit begrip geïntroduceerd heeft, is niet duidelijk, maar het is wel terug te brengen op de Führerrichtlijnen van 7 december 1941 en de daaruit voortvloeiende Keitel-erlas van 12 december 1941 over het optreden tegen verzetstrijders in de bezette gebieden. Keitel onderstreepte in zijn toelichting dat de erlas een principiële nieuwigheid betekende, dat de Führer en opperste bevelhebber van de Weermacht
het bevel gaf dat door burgers begane strafbare daden in de bezetsgebieden, verzetsdaden dus, onderworpen waren aan de competentie van krijgsraden. Maar dan alleen wanneer het vonnis de doodstraf was en binnen de 8 dagen na de gevangenneming uitgevoerd en afgekondigd werd. Het was, zo meende de Führer, een voorbeeldige afschrikking. Maar het kon niet altijd zo, want de Sicherheitsdienst moest eerst nog de gevangenen ondervragen en nadien een onderzoek instellen naar de mogelijke vertakkingen van de samenzweringen. Na dit onderzoek werd de beschuldigde dan heimelijk naar Duitsland teruggebracht, of liever overgebracht, waar de zaak verder zou behandeld worden. Ook hier moest een afschrikkende uitwerking van uitgaan. Het spoorloos verdwijnen van de gevangenen en over wiens lot en bestemming geen enkel bericht meer naar het buitenland mocht doordringen. Ze hingen dus als het ware op in nacht en nevel, in concentratiekampen en gevangenissen. Natuurlijk als politieke gevangenen met een rode driehoek. En dan hebben ze me onmiddellijk naar de Behijnenstraat gevoerd in Antwerpen. Ze hebben daar laten zitten gedurende 4 maanden, alleen pijnselcellen en zogezegd in Schutzhaft. Nu, Schutzhaft, dat is de benaming voor een gevangenzetting voor mensen waarvan men niet juist weet wat ze zijn. Men heeft u opgepakt en dat is inderdaad, dat blijkt inderdaad zo geweest te zijn. Ik ben opgepakt geweest met iemand die men wel kende, die gefileerd was geworden door een Duits gezinde agent, die werkte voor de Sicherheitspolizei. Maar van mij wisten ze niks. Ik was nog maar een paar maanden in Antwerpen en mijn activiteiten waren dus nog niet bekend op de Sicherheitspolizei. Ze hebben mij geloofd om een onnozele historie kunnen verteld hebben. Ik ben dus 4 maanden werkelijk als in Schutzhaft vastgezet, zonder communicaties enzovoort enzovoort. Ik ben zeer laat ondervraagd in oktober. Dat zag er mijn formaliteit uit, dat was een oude man die dat deed. En nadien heb ik vernomen dat mijn SS-instructeur neergeschoten was ergens in Limburg. Mijn dossier scheen verloren te zijn gelopen. En op de koop toe ben ik gearresteerd geweest op een ogenblik dat Breendonk vol zat. En dat men dus al de tijd van de wereld nodig had om mensen te ondervragen waarvan men wist dat ze zeker leidende figuren waren. U weet dat dan. In die tijd ongeveer de meerderheid van het Centraal Comité van de Communistische Partij gearresteerd is geweest, Pol Pot, heel wat mensen van de andere verzetsbewegingen, dus hadden hun handen vol. Dan ben ik de hele tijd in Antwerpen gebleven. Na zekere tijd ben ik zelfs in een gemeenschapscel gekomen. En vandaar ben ik dan in februari 1944 ben ik weggevoerd, eerst naar Saint-Gilles, waar wij een paar dagen doorgebracht hebben, en vandaar naar Huy, waar we dan eindelijk daar op transit stonden om naar een Duits concentratiekamp gevoerd te worden. En dan naar Vught en dan naar Dachau? Dat is Vught geweest, dus Sertogenbosch, ja. Concentrationslager Sertogenbosch heette dat. En van Vught ben ik dan op zekere dag met een 800 Nederlanders en een paar Belgen gevoerd naar Dachau. En het is eigenlijk in Vught dat ik gewaar geworden heb dat ik niet meer in Schutzhaft was. Maar dat ik in de categorie van nacht en nebel terechtgekomen was. Hoe hebt u dat aangevoeld? Wel, door de andere behandeling. Plotseling werd alles afgesneden, want in Vught mocht men nog een kaartje naar huis sturen om te zeggen dat men daar was. En dat men zelfs kon pakketten opsturen. Op zekere dag was dat plotseling gedaan. En wanneer ik naar Dachau werd gevoerd, was het duidelijk, dat was een konvooi van Belgische NM-gevangenen. Dat geïntegreerd was in een Hollands konvooi. Van zodra ik in Dachau gekomen ben, heeft hij mij gezegd, ja, gij zult hier niet blijven, want gij zijt in en gij moet naar Natzweiler. En Natzweiler was dus het kamp waar men vooral de Belgische en Hollandse en zelfs Franse NN's naartoe stuurde. Dus geen zeer. Een zeer weinig aangenaam kamp, een slecht kamp, waar nog gedood werd enzovoort. Het stond ook op de kleding aangeduid, NN. Wel, wij droegen NN langs onze billen, niet waar, op onze, op
op onze broek was dat geschilderd en ook van achter soms. Dat was zo'n beetje naar gelang de fantasie van de mannen uit de bekleidingskamer. Maar wij droegen die NN inderdaad op onze kleren. En bijvoorbeeld in Nadweiler mochten de NN's niet gaan werken in buitencommando's. Mochten geen contact hebben nog met de burgerbevolking, want nog met mensen van buitenaf. En u weet dat dus in veel kampen waren er Duitse civilisten die daar waren om een beetje het werk dat eigenlijk meer in de lijn lag van de oorlogsproductie te controleren en te leiden. Hè. Waar ook zeer slechte figuren bij waren. Soms een paar goede, maar zeer slechte figuren. Wij mochten dus niet buiten en dan is, ondanks alles, heeft men dan toch wegens een tekort aan arbeidskracht en heeft men dan toch een serie Belgisch NN's en niet in totale buitencommando's gestoken, maar in de commando's die nog van het kamp afgingen, maar die reeds buiten de tralies mochten gaan. Zo heb ik daar gewerkt in de afdeling van de vliegtuigen. Ik moest daar poetser spelen in de poetsabteilung. Dat waren dus de stukken, de afzonderlijke stukken van de neergeschoten Duitse vliegtuigen. Poetsen en op kuisen invetten enzovoort enzovoort. Besefte u toen NN, waar gaat dat naartoe? Ja, maar wij wisten dat onmiddellijk, hè, want zo haast men ons gezegd heeft in Dachau gezegd in, dat wisten we reeds hoe laat het was. Hè. We hadden in Dachau hebben wij onmiddellijk contact gehad met Bob Klaassen, die daar zo'n beetje de Belgische afgevaardigde van het verzetscomité van Dachau bemande. En die onmiddellijk met ons contact genomen heeft, zelfs pakketten van het Rood Kruis gebracht heeft en dan gezegd heeft wat het was. Hè. Dus wij wisten hoe laat het was. Dus in voor ons, en na de oorlog heb ik mij niet veel moeite getroost om dat op te zoeken, maar voor ons betekende dat je beschouwd werd als iemand die ter dood veroordeeld was, maar die men nog niet geëxecuteerd had. En die dus geen enkel contact met de buitenwereld mocht hebben, totaal geïsoleerd, niemand werd verwittigd, uw familie niet, niemand werd verwittigd. En het was dus de volledige isolatie. En dat is zo gebleven. Dachau was als eerste officiële concentratiekamp niet alleen het model voor wat organisatie van het kampleven, reglementering en straffen betreft, maar ook wat het installeren van SS-bedrijven aangaat. Hier is nu het museum van Dachau. Het is ondergebracht in een reconstructie van het gebouw waarin vroeger keuken, wasserij, kleren en effectenkamer waren. Maar ook het zogeheten baad, dat vroeger door de SS gebruikt werd voor folteringen. En hierachter was dan de bunker met zijn cellen en de binnenplaats waar geëxecuteerd werd. Van overal in dit kamp kon men de koeien van letters lezen op het dak van het Wirtschaftsgebouw. Het eerste kampreglement op 29 mei 1933 uitgevaardigd door Theodor Eicke bepaalde: de gevangenen van de drie categorieën dienen arbeid te presteren waarvan de duur en de omvang bepaald zijn door de kampcommandant. Nogal snel ging men dit principe naast de kampaanleg, de bouw van de SS-kazernes en het nutteloze en uitputtende gesleep met stenen en bomen van de ene plek naar de andere en terug wat uitbreiden. En men richtte allerlei werkplaatsen in de kampen in. Zo kwamen dan hier in Dachau een grote schrijnwerkerij met een sloterij, een elektroatelier, een schoenmakerij, een zadelmakerij, een grote slagerij en een bakkerij. Toen Eicke in 1934 inspecteur werd van de concentratiekampen, gaf hij instructies om ook in andere kampen dergelijke ondernemingen in te richten. En hiervoor steunde hij natuurlijk op zijn ervaringen hier in Dachau opgedaan. En hier kwamen dan de eerste werkplaatsen om het kamp wat onafhankelijk te maken van de buitenwereld. Voor wat kledij, voedsel en installaties betreft. Maar al vlug overtrof de productie de karige behoeften die men de gevangenen toestond. En de overschotten wou men renderend verwerken.
Zo besliste men dan ondernemingen op te zetten op industriële en commerciële basis ten voordele van de SS. Zoals we al zegden, veralgemeende Eike dit systeem. Maar het was wel zo dat iedere kampcommandant zijn economische activiteit zelf beheerde. Maar in 1938 besliste Reichsführer SS Heinrich Himmler aan het Algemeen Hoofdbureau van de SS, het SS-Hoofdbureau voor Beheer en Bouwbedrijf en het SS-Hoofdbureau voor het Bedrijfsleven toe te voegen. Later werden deze samengebracht tot het SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, het SS-WVHA. Chef daarvan was SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS, Oswald Pohl. Een zeer belangrijk man in de ingewikkelde SS-structuur. Nu waren de Verwaltungsführer in de kampen rechtstreeks aan zijn hauptamt verantwoording verschuldigd voor de economische gang van zaken. De beslissing van de Reichsführer SS werd niet in dank afgenomen door de kampcommandanten en ook niet door inspecteur Eike, die nu zeer tegen hun zin de controle moesten afstaan over de werkplaatsen die hen rechtstreeks winst opleverden. Maar zwarte werkplaatsen zijn er altijd geweest, in alle kampen. En voor de politieke gevangenen was dit wel dikwijls een middel om sommige SS'ers en criminele gevangenen die een kampfunctie uitoefenden te compromitteren om zo zelf kampfuncties te veroveren. Eigenlijk had Reichsführer SS Himmler meer verwacht van ideologische plannen, maar nadien verwachtte hij nog meer van economische projecten. Zo werd de afdeling porselein van een fabriek in Allach overgebracht naar Dachau. En Himmler pronkte graag met deze onderneming die allerlei soorten voorwerpen opleverde die konden gebruikt worden ook als relatiecadeaus. En nog altijd hier in Dachau begonnen kwam er een onderneming die woningen bouwde. De geheimnützige Wohnungs- und Heimstätten. Om de woningen op te trekken had deze vennootschap weinig moeite om aan bouwgrond te geraken. Want terreinen en gebouwen die ooit aan Joden hadden toebehoord, waren gemakkelijk te verkrijgen. Eigenlijk boerde het WVHA op zeer uiteenlopende terreinen. Van boeken uitgeven over artistieke foto's tot zelfs spaarkassen. En SS-chefs waren dikwijls persoonlijk financieel betrokken bij deze zaken. Zo ook SS-oberführer Hermann Pister bijvoorbeeld. Vanaf 1941 tot 1945 kampcommandant van Buchenwald, maar tevens directeur van de SS-bedrijven DAW, Dest en de Gustloff-werken, telkens met salaris en tantieme. Dit legt natuurlijk uit waarom Pister het grootste belang hechtte aan de productiviteit van deze bedrijven en daarom gereedelijk inging op allerlei voorstellen van de gevangenen om in het kamp bijvoorbeeld culturele manifestaties te organiseren. Om, zogezegd, het moreel van de gevangenen op peil te houden, wat dan weer, zogezegd, de productiviteit ten goede kwam. Wij waren nog maar pas enkele weken in Buchenwald, we zaten nog in het kleine kamp. En wij hoorden dat er een showavond zou zijn in de grote zaal in Buchenwald. Normaal mochten de mensen die nog in het kleine kamp in afwachting van hun transport of de werkstelling nog aan het wachten waren, niet buiten dat kamp. Door toendoen van enkele vrienden zijn we daar toch buiten geraakt en zijn we naar die zaal getrokken. We hebben daar een show beleefd die ik waarschijnlijk nooit in mijn leven niet meer zal zien. Ieder land had een groep van zijn gevangenen afgevaardigd die daar traditionele zaken voorstelden van dat land. Je kunt het voorstellen, de Russen hadden daar een ganse groep mensen die zongen. De Fransen brachten daar een reeks schone liederen. En zo ging dat een ganse avond verder. Het was een show van internationaal formaat. En dat is iets dat me toch werkelijk bijgebleven is. Hoe kon dat toegelaten worden eigenlijk? Wel, het is maar eenmaal plaatsgegrepen, zulke show toegelaten. Ik ben nooit te weten gekomen, was er toestemming. Want je moet weten, in het kamp zelf waren de gevangenen wel een beetje zelf de baas. En zij regeerden zelf het kamp, zij konden daar ook organisaties doen. En ik denk dat dat zo verlopen is, dat de gevangenen zelf die show ingericht hebben. De politieke gevangenen. De politieke gevangenen dus.
En dat ze aan ieder land gevraagd hebben om natuurlijk iets voor te stellen van hun eigen land. En wat heeft België gedaan? Wel, ik moet tot mijn spijt melden dat ik van België niets gezien heb daar. Het was vooral van de Duitse gevangenen, Russische, Poolse, Tsjechische, zelfs Spaanse gevangenen hebben daar een dans gedaan. Van waar het allemaal kwam, ze waren zelfs gekleed in Spaanse kledij, ongeveer nagemaakt. En, maar van België, spijtig genoeg, kan ik me niet herinneren dat er iets zou geweest zijn. Men mag zich daarbij niet voorstellen dat kampen als Dachau en Buchenwald, waar politieke gevangenen er na verloop van tijd in slaagden kampfuncties over te nemen, vredige arbeidskampen waren, waar gevangenen in hun vrije tijd zomaar naar bioscoop, cabaret en concerten konden gaan. De gevangenen werden tot dodende dwangarbeid aangedreven, ten bate van de nieuwe SS-vennootschap DEST, de Deutsche Erd- und Steinwerke. DEST zou ook bij Buchenwald en Sachsenhausen bedrijven oprichten en later zelfs bij Auschwitz en Stutthof. Tijdens de oorlog moest DEST wel inbinden voor de behoeften van de wapenindustrie. De oorlogsomstandigheden trokken dus een streep door de berekening van de SS om van DEST het grootste bouwbedrijf van Europa te maken. Maar allengs, nu er nog amper te bouwen viel, wierp DEST zich op een andere omvangrijke zaak, het slopen en puinruimen. Naarmate de geallieerde luchtaanvallen steeds meer Duitse steden verwoestten, was dit een belangrijke zaak geworden. En DEST bood zich met zijn gevangenen aan als goedkope arbeidskrachten. Alles gebeurde volgens de administratieve en contractuele regels, ten bewijze dit contract tussen de stad Hamburg en DEST. Hamburg moest wel voor onderkomen zorgen en zo werd de school aan de Boelenhoezerdam, het bijkamp waar de puinruimers uit Neuengamme werden opgesloten. Ook niet ontplofte bommen moesten door gevangenen onschadelijk gemaakt worden, niet zonder levensgrote risico's natuurlijk. En dergelijke arbeidscommando's werden dan door de SS met hun merkwaardig idee omtrent humor himmelvaartcommando's genoemd. Vanaf 1939 nam een andere grote onderneming de kampateliers onder zijn vleugels, de Deutsche Auswüstungswerke, de DAW. Vergeten we ook niet dat de werkplaatsen al in 1938 formeel overgeheveld waren naar het WVHA van Oswald Pohl. Er werd, zoals gezegd, van alles gefabriceerd. Hier in Dachau bijvoorbeeld was er een slachthuis met vleesverwerkingsbedrijf dat 25.000 man kon voeden. Een bakkerij die 8.000 broden per dag kon afleveren. Een groothandel in koloniale waren, een confectie- en schoenmakersatelier en een zadelmakerij. Een zeer merkwaardig arbeidscommando onder vleugels van de SS was in Sachsenhausen het muntvervalserscommando. Door dat geld in circulatie te brengen, wou men de economie van de vijand in de war brengen. Met dat vals geld betaalde Nazi-Duitsland ook zijn spionnen. Hier in Dachau kwam nog een andere soort onderneming. Himmler en Pohl waren onder meer bezeten door de idee dat Duitsland ook van vreemde specerijen moest onafhankelijk gemaakt worden. En daartoe kwam de Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung tot stand. Naast Duitse kruiden wou men er ook experimenteren met nieuwe geneeskundige planten te kweken. Achteraan in het kamp kwam dan een groot complex tot stand met serres, laboratorium, werkplaats en opslagplaats. Vooral de productie van Duitse peper bleek een meevaller, want de oorlog had een einde gemaakt aan de invoer van peper. De plantage van Dachau, waar duizenden gevangenen werkten in alle weer en wind, doodgeknuppeld werden of verdronken in de grachten, was welvarend en winstgevend. En uiteraard werd er aan uitbreiding gedacht in andere regio's, want Himmler hield zichzelf voor een specialist agronoom. Van de 22 bedrijfjes die de maatschappij einde september 1944 telde, was alleen Dachau winstgevend. Het ging zelfs zover dat men eraan dacht een visserijkweekschool op te zetten in Unterpfahlheim bij München om oorlogsverminkte te kunnen laten vissen. En nog altijd hier in Dachau kwam in juni de Texlet, Gesellschaft für Textil- und Ledenverwerkung, tot stand. Later werd de zetel ervan overgebracht naar Berlijn en lag het zwaartepunt van haar bedrijvigheid in Ravensbrück, waar duizenden vrouwelijke arbeidskrachten geschikt waren
voor het vervaardigen van textielartikelen nodig voor het front. Maar dat was al in de tijd dat tienduizenden gevangenen van de concentratiekampen ingeschakeld werden in de Duitse grootindustrie en de Duitse oorlogsinspanning. Zij werden door de SS verhuurd voor een spotprijs voor de Duitse grootindustrie. Een geschoold arbeider voor amper 6 Duitse marken per dag. Gezien het aantal was dit voor de SS een zeer winstgevende zaak. Daarbij werd gerekend op een gemiddelde levensduur van 9 maanden. En daarmee zijn we duidelijk in de fase Vernichtung durch Arbeit, wat het onderwerp is voor ons volgend programma. Banger word ik voor mijn eigen wezen. Dachau schoof een raster voor mijn ziel. Daarom schrik ik als ik zit te lezen. Daarom slaap ik in een nachtasiel. Daarom houd ik, sluipend door de straten, somtijds voor een vreemde huisdeur stil. Daarom ga ik wat ik lief heb haten. Daarom sla ik haar die ik strelen wil. Mijn bestaan hier is een vreemd bestaan. Het is God zijn en het zelf niet weten. Het is dier zijn en zichzelf vergeten. Het is van de een in de ander overgegaan. Alle dingen moet ik dubbel maken om het eigen doodsbeeld kwijt te geraken.